Het aantal geweldsmisdrijven in de stad is flink gestegen. In 2007 werd 1923 keer een proces-verbaal opgemaakt voor een misdrijf met geweld. Dit is een stijging van 14%. Dit blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hiermee hoort Groningen tot de snelste stijgers van Nederland. De politie verklaart de toename doordat er vaker aangifte wordt gedaan bij vechtpartijen. Wij denken ook met name dat het komt omdat wij in het centrum van de stad Groningen gewoon aangiftes gaan halen. Zien we een vechtpartij, dan zeggen we tegen de jongeren die erbij betrokken zijn geweest, je gaat of aangifte doen of je krijgt een bekeuring voor vecht op straat. Het CDA maakt zich zorgen over de sterke stijging van geweldsmisdrijven in de stad. Ik weet daar de verklaring niet van. We hebben in het begin van het jaar politiecijfers gezien waaruit we zagen dat het aantal aangifte ook al steeg. Nou, dat was een indicatie dat het niet de goede kant op ging. En ik heb nu aan de burgemeester ook vragen gesteld om na te gaan wat de oorzaak hiervan kan zijn en wat je eraan kan doen. Wat is volgens het CDA, wat kunnen daar de oorzaken van zijn? We hebben daar geen inzicht in, dus je kan wel gaan speculeren, maar dat vind ik eigenlijk een beetje gevaarlijk. Ik wacht liever de antwoorden af. Maar je ziet dat mensen bezorgd zijn over hun veiligheid in de stad. En zo nu en dan hoor je ook dingen waarvan je denkt, het gaat niet de goede kant. Maar deze cijfers bevestigen dat. En daarom vind ik dat het college, de burgemeester, daar iets aan zou moeten doen. Het CDA wil dat het college meer geld vrijmaakt voor de politie. We hebben, toen we de eerste keer vragen stelden, hebben wij voorgesteld om meer geld ter beschikking te stellen voor het veiligheidsbeleid en desnoods voor meer inzet van politie. Want het gaat om dingen die dicht bij de mensen staan. Mensen voelen zich onveilig in de wijken en dat is iets wat je als stad niet kan hebben. De stijging is een verrassing. De afgelopen jaren daalde het aantal geweldsmisdrijven in de stad. De politie blijft actief om snel te kunnen ingrijpen bij geweldsincidenten. Natuurlijk vinden wij dat elk geweldsmisdrijf er één te veel is. We zitten er als politie ook, zoals het zo mooi heet, bovenop. We hebben cameratoezicht in het centrum van de stad. We hebben sinds vorig jaar ook bikers. Dus politieagenten op de fiets die heel snel ter plaatse kunnen zijn. Ja, we zullen gewoon nog gaan kijken in het centrum. Als er iets misgaat, dat we er ook zo snel mogelijk naartoe kunnen gaan.